In het gloednieuwe community-lokaal in de Gelamco Arena stelt de community-manager van A-Agent, geflankeerd door voorzitter Louagy en de Gentse schepen van sport, de community-werking van A-Agent voor. De club wil een bijdrage leveren aan de maatschappij en stelt daarom een waslijst van geëngageerde projecten voor, die plaats zullen vinden in de Gelamco Arena. Het gaat in het bijzonder over activiteiten voor mensen uit kansengroepen, over supportersinitiatieven, over initiatieven voor buurtbewoners en initiatieven van het Gentse verenigingsleven. Een van onze maatschappelijke projecten die hier lopen zijn bijvoorbeeld onze Buffalo Bustles, psychiatrische patiënten die hier meekomen helpen om het stadion te poetsen na een wedstrijd. Maar het is eigenlijk een arbeidszorgtraject waar de mensen door hun werk opnieuw leren samenwerken, opnieuw competenties verwerven, waardoor ze later beter en sneller op de arbeidsmarkt terechtkomen. En ook voor kinderen zijn er heel wat initiatieven in de Gelamco Arena. Zo kunnen kinderen met leermoeilijkheden spelenderwijs bijles krijgen in het stadion. A-Agent sloot voor de maatschappelijke projecten een contract met de stad Gent. De bedoeling is om de Gentenaars meer dichter bij het stadion te brengen, dichter bij het ploeg te brengen, wat dat uniek is in België, denk ik. En alle activiteiten gaan kunnen plaatsvinden in het stadion zelf, in de Gelamco Arena. De Gentse club is een voortrekker op het vlak van de communitywerking. We waren de eerste die een sociaal charter hebben voorgesteld. We waren de eerste die met een beleidsplan zijn afgekomen. We zijn nu ook de eerste die een zwart op wit engagement hebben hoe het gebruik van het stadion voor communityactiviteiten kunnen georganiseerd worden. En zo hopen we ook de anderen te motiveren om hetzelfde te doen.